In Boeiend duiken Henk en Hedy in de belevingswereld van jongeren. Deze keer de verzorgende wereld van het asiel. Henk hijst zich in een groene outfit en wordt aan het werk gezet door Nick van het dierenopvangcentrum Enschede. Na scheppen van poep en het pesten van de kat mag Henk eindelijk naar buiten om te spelen. Maar eerst handen uit de mouwen en schrobben! Ah, Hardenberg. Wat kloppendag van Noordoost-Overijssel. Henk duikt zo in de wereld van de asieldieren. Wat weten de mensen op straat over het dierenasiel? En hoe denken ze over de mensen die er werken? Wat vind ik van het dierenasiel? Op zich een hele goede instantie natuurlijk. Dierenasiel? Nou, ik weet er eigenlijk niet zoveel van. Een hele goede instelling. Dat is prima. Ik vind de mensen die daarin werken vind ik echt een complimentje waard. Dat die zo echt die mensen allemaal, of die dieren allemaal verzorgen, ja, vind ik echt heel goed. Er zijn niet iedereen die dat zomaar wil doen. En hun doen het gratis en voor niks dus. Het is wel leuk werk, maar nee, ik zou het niet. Ik zou liever iets anders doen. Hey, daar heb je Henk in zijn trouwe vierwielig. Hij wordt vandaag aan het werk gezet bij het dierenopvangcentrum Enschede. Om de werkzaamheden in goede banen te leiden, wordt Henk bijgestaan door Nick. Hey man, hoi. Ik ben Henk. Wat gaan we doen vandaag? Je gaat afspraken met me meelopen. Ja? Naar het schoonmaken kijken en alles wat eromheen gebeurt. Maar we gaan je eerst even omkleden, want het kan soms nog een ranzige werk zijn. Niet goed, nee? Oh nee. Ja, prima. Is. Laten we maar even gaan dan. Looks like I've lost my will to carry on, my friend, she said. And you can hear it in my whisper. Gezellig. Lekker knus hier. Dus jullie dragen allemaal dezelfde kleren, zeg maar. Ja. Is het gewoon een veiligheidsvoorschrift of omdat het allemaal heel vies wordt? Ja, ook omdat het heel vies wordt. Maatje L wordt hem niet hoor, zo vlak na de feestdagen. Heb je een XL? Ja. Dat lijkt me een iets beter idee. Yes. Ja? Waar gaan we beginnen? Bij de katten. Bij de katten. Dat is de quarantaine van de katten. De quarantaine? Ja, hier komen alle katten binnen die gevonden zijn. Ze blijven hier 2 weken voor de eigenaar om ze op te halen. Mm-hmm. En als ze niet opgehaald worden, dan worden ze van ons. Dus komen ze in het asiel terecht. Oké, en wat gaan wij hier doen? Wij gaan de hokken schoonmaken. Yes. En de kattenbak afwassen. Oké, nou prima. Laten we maar beginnen dan, of niet? We moeten nog een jas aantrekken. Van mijn besmettingsgevaar. Ja. Maar waar kun je nou aan van besmet raken dan? En je weet niet of die katten ziektes hebben. Komt dat vaak voor dan, dat je besmette dieren hier binnen krijgt? Nou, niet zo heel vaak. Ja, dat zijn wel die standaard kwaaltjes. Yes, ja. Ziet er weer strak uit. Oké. Laten we maar beginnen, of niet? Dus wij maken hem gewoon schoon terwijl de kat er nog in zit? Ja. Oké. En die vindt het allemaal prima? Normaal gesproken wel, sommigen niet. Ja, eigenlijk eerst gewoon alles van boven naar beneden schoonmaken. Ja. Hoe ben je eigenlijk bijgekomen om hier te gaan werken? Via school eigenlijk, want ik moest stage hebben. Ja. Toen kwam ik eigenlijk hier terecht. Dus ik loop hier ondertussen al bijna 2 jaar. Al 2 jaar nou? Ja. Dus niet echt geen stage meer, zeg maar? Ja, nu sowieso niet meer, want ik loop nergens anders. Oké. Maar ik heb hier wel 1,5 jaar stage gelopen. Ja. En in april loop ik hier 2 jaar. Dus het is allemaal vrijwilligerswerk, je krijgt hier ook niks voor betaald? Nee. Oké, hoe kom je erbij om zoiets te gaan doen dan? Want ja, normaal heb je jongeren die hebben zoiets van, ik moet geld hebben, ik moet uit. Ja, ik werk ook wel gewoon voor geld, s'avonds. Ook nog. Dus je loopt stage, je gaat naar school, je werkt hier en je hebt nog gewoon een baantje erbij. Ja. Je hebt behoorlijk druk leven in totaal. Ja. Ik vind het niet zo leuk. Nee, vind je het niet zo leuk? Nee, zie je het? Hij gaat een beetje uit. Maar je hebt altijd de kans dat je gebeerd of gekrapt wordt, maar ja. Is het wel eens gebeurd? Jawel, ja, gebeerd er niet, gekrapt wel. Want als je gebeten wordt, dan moet je het ook niet meer. Nou, werd ik gebeten. Gebeten? Ja. Maar ja, dat maakt niet uit. Nou. Leuk voor de tv. En dan heb ik het jou voorgedaan. Ja. Nu ben jij in de beurt. Mag het zelf doen? Ja. En gaat niets boven een goed ontbijt. Yes. Goed zo? Ja. Ruikt het net zo lekker als het eruit ziet? Zo, dat is een flink. Tot zover de verse kattenbak. Gewoon bovenop zetten, toch ja. Of niet? Nee, dikke. Dit is voor jou.
Kijk, nog meer lekkers. Vlot. Kan deze ook alvast mee heen? Ja, alles. Henk, waar is die stralende glimlach die we van je gewend zijn? Dan mag je die kaartenbakje wel naast zitten. Prima. Pas op, Henk! Op een blik bij. Dat lijkt me handig. Dat lijkt me ook wel handig. Je mag het ook met je handen doen. Sorry. Ga eens even aan de kant, petzak. Ik moet er even bij. Zo! Ik ben echt vrienden aan het maken hier. Dus even... Zit hij nou op de grond, hè? Ja. Doen ze dat? Ja. Dat wist ik helemaal niet. Komt dat nou vaak voor dan? Dat ze zo... Ja, de hakjes wel. Vals doen, ja. En ze kunnen geen kant op, zo. Voelen ze gewoon heel bedreigd. Ja. Kijk eens. Kan er weer naar hartelust gescheten worden. En twee schone bakken. Oké. Okay. Dan zijn we klaar. Eten en drinken wat straks gegeven. Doe je ding. En dit wordt echt elke dag gedaan, dit. Ja. Zo, dat doe je goed, Henk. Die vloer grip nog beter dan je sneakers. Maar waar laat je die shit? Ik moet nu alles wat ik net bij elkaar getrokken heb aan shit, letterlijk aan shit, moet ik nou allemaal met mijn hand eruit gaan halen. Daarvoor pak ik even een papiertje. Eén papiertje? Vind je het nog leuk, Henk? Wat heeft die jongen toch een plezier?